Goedemorgen, het is bijna 11 uur en ik heb letterlijk gewoon 2 uur in bed gelegen en YouTube-video's gekeken. Ik had gewoon zo, ik heb nog steeds geen zin om uit bed te komen, maar mijn buik begint toch te rammelen. Nadine is hier eventjes langsgekomen. Ja, ik zal toch maar iets moeten gaan doen. Hallo, wie hebben we daar? OMG. Dit is Nadine in mijn huis. Nadine kan niet tegen rommel, dus ze begint meteen met opruimen. Het is hier echt één grote bende, een vulkaanuitbarsting. Hallo Nadine. Hallo. Hallo. Ik ben de schoonmaakster van je Nee, vader. helemaal niet. Je kan gewoon niet tegen troep. Bananenpannenkoeken en een Jenna Marbles video. Oh, een van de beste manieren om je dag te beginnen. Het is 2 uur, ik heb gedoucht en ik ga eindelijk aan de rotzooi beginnen van de vakantie. Ik ga even iets nieuws proberen met mijn to-do-lijst. Want ik ben best wel zeg maar van dag tot dag leven. Maar er is ook heel veel wat ik in deze 6 weken wil doen. Dus wat ik nu ga proberen is om een giga to-do-lijst te maken van alles, alles, alles wat er moet gebeuren. En die heb ik zeg maar in 3 verschillende lijsten opgedeeld. Dat is werk, reis en privé. En dan ga ik daar data aan plakken wanneer dat moet gebeuren. Want anders ben ik bang dat ik weer in de knoei ga komen. Kijk, dit is bijvoorbeeld de totale reis-to-do-lijst. Dus ik moet een visum voor India gaan aanvragen. En daar heb ik ook al een datum aan gehangen. Mijn spullen controleren met paklijst. Maar dat is niet zo heel interessant. Nieuwe spullen bijhalen is ook niet. Weet je, dat kan je gewoon heel makkelijk doen. Visum, mijn lijstje. Misschien ga ik naar Vietnam checken. Ashram moet ik ook nog gaan uitzoeken. Maar dat vind ik nu ook nog niet boeiend. Moet ik eerst maar eens dat visum voor India binnenkrijgen. Eigenlijk alles wat in mijn hoofd zit, heb ik in die 3 lijsten gezet. En bij elkaar is het een gigantische lijst. Maar als ik het zo opdeel en daar ook data aan hang, dan word ik daar een stuk rustiger van. En dan weet ik ook wanneer wat moet gebeuren. Dus ik heb daar een iets beter gevoel bij. Als jullie willen, wil ik daar best een video over maken. Want ik ben daar ook heel veel over aan het lezen. En ja, het blijkt gewoon dat hoe meer dingen je automatiseert, hoe meer energie je bespaart en hoe meer je energie overhoudt voor de dingen die je echt belangrijk vindt. Dus ja, als jullie dat interessant vinden, laat me even weten. Dan wil ik daar best een video over maken. Maar we beginnen met de was sorteren. On est fait l'un pour l'autre, je m'égare en toi, je garde la foi. C'est avec toi que je me vois personne d'autre, je veux seulement ma paix. Yes! De wasmachine staat aan. Even tussendoor lunchen voordat ik weer verder ga. Ik heb hier rijstwafels van Silverlies Rijst, huttekezen en een hele avocado verspreid over de 3 rijstwafels. En de vaatwasser. Yes! Je ferai tout ce qu'il faut simplement pour t'apprendre par cœur. Prends ton temps, mon cœur, de t'attendre, ça fait pas peur. J'éviterai tous les pires ans. Ik moet boodschappen gaan doen. Sinds, ik denk, 2 dagen hebben we een soort van verslaving. Ja, ik kan het wel verslaving noemen, toch? Dat, je hebt zo'n Frozen liedje. Do you wanna build a snowman? Na, 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 na. En daar zingen we dus alles op. Dus ik zing. Ik heb geen zin in boodschappen. Maar ik moet toch wat eten. Wat? Maar, ik heb geen zin in boodschappen. Maar ik ga het toch maar doen. Want ik moet vanavond eten. Het is echt zo irritant en zo leuk tegelijkertijd. Dus dat is vandaag de teamsong. Do you wanna build a snowman? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oké, ik heb zo geen zin om boodschappen te doen, maar het gaat toch gebeuren. Kom, ga je mee? Is tenminste nog gezellig. Stefan die gaat sporten. En ja, voor het geval je afvraagt, ik ga als een Cavewoman slash Tasmanian Devil naar de winkel. Lokers hier. Finalement je m'égare pour te plaire. Je ne sais plus quoi faire.
fait mon affaire. Je pense à toi souvent. Je rêve de toi tout le temps. Houston, we have food. Dit is paprika soep met geroosterde kikkererwten. Daar heb ik ook nog een video van, die zal ik hieronder linken. Kom, we gaan even wat dingen afvinken. Bam, bam, bam en bam. En ik ben iets uitgelopen, want het is nu 10 uur. Maar hey, morgen weer een nieuwe dag. Al sinds we het Colosseum in Rome zagen, wilden Stefan en ik weer Gladiator kijken. En dat hebben we nu dus ook net gedaan. Hij is net afgelopen. Leuke film hoor. De vraag van vandaag is, krijg je op zo'n cruise niet een heel opgesloten gevoel? Een aantal van jullie moesten aan Titanic denken toen ze de klassieke muziek hoorden van de vioolspelers. Ik moet heel eerlijk zeggen, daar moest ik ook aan denken. Het antwoord op deze vraag is, het hangt er vanaf hoe lang je er zelf bij stilstaat. Over het algemeen hebben wij, Stefan en ik, er niet heel erg over nagedacht. En dan heb je er niet zo heel erg last van. Overdag ben je ook vaak in een stad. Dus dan kan je ja, van 's ochtends vroeg tot ergens einde van de middag kan je gewoon aan wal. Pas 's avonds gaat het schip varen. We hebben één keer hebben we in het donker buiten op het terras gezeten toen we midden op zee waren. En als je dan bij stilstaat, dan is het vrij eng. Zeker omdat we daarvoor net in het survivalboek van mij een gevalletje hadden gelezen van een man die op een cruiseschip overboord was gevallen. Nu was hij zelf ook dronken, dus gewoon domheid. Maar we dachten er op dat moment over na en hoe het zou zijn om dan, weet je, stel dat er iets gebeurt of dat je overboord valt of iets. En dan voel je je niet zo heel chill. Dus mijn advies zou zijn, denk er vooral niet al te veel over na. Of lees het survivalboek, zodat je voorbereid bent, mocht het gebeuren. Mocht je zelf een vraag hebben, mag over van alles gaan. Weet je, wat voor voor moet je aan konijnen geven? Ik google het wel voor je. Stel hem dan hieronder. En mocht je zelf tussen comments scrollen en een leuke vraag zien, steek dan een duimpje omhoog bij die vraag. Dan kies ik daar weer een nieuwe vraag uit. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Gezellig, met boodschappen doen. Wacht. Voordat ik op vakantie ging, heb ik natuurlijk aan jullie gevraagd, zal ik de aankomende 6 weken wel of niet blijven doorvloggen? En zoals je merkt, heb ik dat maar gewoon gedaan. Laten we het gewoon allebei als een experiment beschouwen. Ik vind het superleuk om te doen. Jullie vinden het tot nu toe superleuk om te zien. Mocht dat de aankomende 6 weken veranderen, dus mocht ik er geen zin meer in hebben, of mocht jij zoiets hebben van, je vlogs worden wel te eentonig, laten we dan even afspreken dat we het elkaar gewoon laten weten. Jullie natuurlijk via de comments, en ik in een vlog als het zover is. Ik heb oprecht geen idee. Ik heb dit nog nooit gedaan. We gaan het gewoon zien. Dus elke dag is een nieuwe win. En we kijken gewoon hoe ver we komen samen. Ik ga slapen. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, yo, dit zijn gezellige vlogs. Ik wil morgen ook wel weer mee op pad. Of gewoon chillen. Klik dan hier om je te abonneren. En dan krijg je alle toekomstige video's automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Wel rusten. Tot morgen!